Broodjes en Koffiehuis bij Ben. Diverse broodjes uit eigen keuken. Alles vers bereid. Wij maken het klaar terwijl u wacht. Verder diverse tosti's, gehaktstokken en vele salades. Proef de sfeer van onze nieuwe zaak onder het genot van één van de vele koffie- en theesoorten. U vindt ons aan de Hoofdpoortpassage nummer 14, Boxmeer. Vandaag zijn leerlingen van visio-onderwijs uit Graven te gast bij Kuik on Ice. Martijn Vos, het lijkt mij bijna onmogelijk als je slecht kunt zien of helemaal niet kunt zien om te schaatsen. Hoe gaat dat? Nou ja, probeer het zelf maar eens. Hè. Doe maar eens een blinddoek om en ga maar eens op schaatsen staan. Het is natuurlijk heel moeilijk om met je balans dan te bewaren. En om dan inderdaad je weg maar eens te zoeken. En dat is gewoon het moeilijke. Dus daar moeten ze echt mee helpen. En de leerlingen die wat ouder zijn, die vinden hun weg wel. Die hebben die balans wel. En ja, die hebben ook gewoon technieken gewoon ontwikkeld. Of het gehoor of andere zintuigen om zich toch ja, een weg te banen door... Door het circuitje hier zo, zoals het hier staat. Dus, Zijn er niet heel veel botsingen plaats? Nee, ik denk het niet. Valt er volgens mij reuze mee als ik het zo om me heen zie. Dus dan gaat het best wel aardig. Ik ben benieuwd hoe die grote lummels het dadelijk doen. Want die zijn natuurlijk allemaal iets onvoorzichtiger. Dus dat zal dadelijk misschien toch wel een keer een botsing opleveren. Maar... Dit is de tweede groep die nu aan het schaatsen is? Ja, nou komt de tweede groep. Dus we hebben de groepen gesplitst. Omdat we hadden de gelegenheid om met z'n allen op de baan te gaan. Maar dat vinden we gewoon niet veilig genoeg. Het is gewoon het veiligste om dat gewoon... te splitsen en dan hebben we een groep jongere leerlingen hebben genomen en een groep oudere leerlingen. Dus. Want net bij de jongere leerlingen zag ik ook meer begeleiding, klopt dat? Ja, dat klopt ook. Ja. Deze kunnen toch wat meer zelfstandig allemaal en de anderen hebben wat meer begeleiding nodig. Zijn het dan vrijwilligers, ouders? Ja, zijn vrijwilligers, maar ook gewoon allemaal leraren van school, van klassen, dus die allemaal mee zijn. Dus, maar er zijn ook een aantal vrijwilligers, ouders ook en... De vrijwilligers die in het zwembad bij ons meehelpen, die komen dan ook mee met schaatsen. Zijn ook bereid om dan mee te helpen. Dat is wel heel fijn. Maar om hoeveel leerlingen gaat het totaal die vandaag hier komen schaatsen? In totaal 81 leerlingen. Is dat het eerste jaar? Dit is de hele school van het SO, het speciaal onderwijs bij ons in Graven. We hebben ook nog een VSO-afdeling, dat is vanaf 12, 13 jaar. En dan, dat is het voortgezet onderwijs aftak. Maar de rest zijn er 81 die meegaan vandaag. Is dit het eerste jaar dat ze hier komen schaatsen? Nee, ze zijn volgens mij al 3-4 keer geweest. Is het moeilijk om uitstapjes te vinden voor deze kinderen? Ja, dat is wel. Maar dat komt vooral omdat leerlingen komen vanuit Limburg, vanuit boven de rivieren, nog Arnhem. Ze komen overal vandaan, eigenlijk niet of nauwelijks uit Graven. Een aantal wel. Of in Kuik, zeg maar. Dus ze komen van ver weg. Dus zodra de taxis komen 3:15, kunnen wij eigenlijk al niet veel meer doen. En dat is altijd wel lastig. Of ouders moeten zelf bereid zijn om ze op te komen halen. Dus dat hangt een beetje af van de bereidwilligheid ook van ouders, of we iets kunnen organiseren na schooltijd. Hoe zijn de reacties van de leerlingen zelf? Ja, je zag het al, ze zijn allemaal heel enthousiast. Hè? Dus super. Ik ben blij dat ze zo enthousiast zijn. Wie ben jij? Roel. Roel? En Roel, jij bent vandaag hier aan het schaatsen met allemaal andere leerlingen. Ja. Maar jij bent hier met allemaal leerlingen die of heel slecht kunnen zien of die niet kunnen zien. Of die niet goed kunnen lopen. Of niet goed kunnen lopen. En kun jij goed zien? Een klein beetje. Een klein beetje, dus jij kunt de cameraman wel een beetje zien? Nog een heel klein beetje. Heb je al vaker geschaatst? Heel vaak, met mijn papa en mama. Dus jij kunt het eigenlijk hartstikke goed? Ja. Ja? Maar jij zit nu wel op zo'n, hoe moet ik dat eigenlijk noemen waar jij op zit? Een zeehond. Een zeehond, dus je vindt het eigenlijk leuker om gewoon lekker vooruit geduwd te worden? Ja, maar ook zelf. Ook zelf? Ga je dan een stukje aan ons laten zien hoe jij dat doet? Ja. Ja?